In deze aflevering van Met Passie Gemaakt spreken we met Leo Dijkstra, de kersverse winnaar van het Jeugdzouwelen in Ilvenhout. Dus ik denk, grappen maken is mijn hobby. Dus waarom doe ik het niet voor heel veel mensen, dat ik er misschien gewoon lol uit kan krijgen. Maar eerst bezoeken we Ankie Dane, die ons alles kan vertellen over haar passie voor poppen. En het leuke is natuurlijk als je naar een poppententoonstelling gaat en je staat voor een stand en je ziet iets wat je bijblijft. En daar heb ik een slogan voor ontworpen en dat is namelijk A good doll stays in the memory. Ik had gelukkig een moeder die graag kleren maakte, kleren naaide voor mij als enige dochter. En dan viel er nogal eens een lapje op de grond en daar werd langzaamaan een Barbiepop bij gekocht. En die creëerde ik dus. Daar maakte ik ballroomjurken voor. En mijn vader bouwde daar een kastje omheen. Dus daar kon een collectie kleertjes in. En dat creëren, dat vond ik fantastisch. Ik droomde wel om hele mooie dingen te maken. Maar dat ik een poppenmaakster zou worden, gebeurde een klein beetje later. Wat ik vroeger wel heel erg leuk vond, toen ik nog op de Loerderschool zat, bij juffrouw Ome en juffrouw de Wolf, dat ik prachtige bordtekeningen mocht maken als er iemand jarig was. Dus de creativiteit heeft er altijd wel een beetje ingezeten. Maar ik ben langzaamaan van kleuterleidster naar een beetje muzieklerares naar een poppententoonstelling gegaan. En toen was ik ongeveer 25 jaar. En dat vond ik zo fantastisch. Ik ben 3 keer teruggegaan en ik kon niet meer slapen. En het was net of er een lichtflits door mij heen ging. En ik dacht, ik word poppenmaakster. De vonk sprong echt over, recht in mijn hart. Alleen was het toen zo dat er was niets. Je moest alles zelf ontdekken. En dat heeft natuurlijk als voordeel gehad dat de poppenmaaksters die in die tijd, en dan spreek ik echt over 40, 45 jaar geleden, in die tijd hun werk gingen ontwikkelen, wel een eigen stijl ontwikkelden. En ik heb bij 2 dames lesgenomen en niet lang daarna heb ik eigenlijk al mijn eigen atelier geopend. En dat is tot heden ten dagen loopt dat atelier nog. En ik kan enorm genieten van mijn leerlingen wereldwijd dat de mensen naar huis gaan met iets wat ze gemaakt hebben waarvan ze dachten, dit kan ik niet. En dat ze echt zichzelf overstijgen. Ik heb samen met mijn man een jaar of 17 vakantiecursussen opgezet in Spanje. En daar kwamen de mensen van de hele wereld. Australië, Nieuw-Zeeland, Pakistan, Brazilië, Italië, ja, noem maar op. Overal kwamen ze vandaan. En die groepen bestaan ook nog allemaal. Die groepen hebben allemaal nog contact met elkaar. Ik ben ook in de periode dat COVID uitgebroken was, heb ik veel online cursussen ontworpen. Dus ik ontmoet die mensen ook allemaal nog veel online. En natuurlijk ook hier in dit atelier. Het zit hier wel op de 2e verdieping. Je ziet mij niet zo goed. Maar misschien als je dit nu hoort, denk je, die trappen ga ik ook eens beklimmen. Want wat je hier gaat doen, daar word je heel blij van. En je hoeft natuurlijk niet een hele pop te maken, maar je kunt ook een dagcursus doen. Je boetseert dan een gezichtje en we zoeken leuke lijfjes uit en we maken deze zo'n prachtige wanddecoratie. Ja, en dan heb ik hier mijn allereerste eigen gemaakte pop. Nou, die is inmiddels 50, maar het is een baby die eruit ziet alsof ze 80 is. Maar hier starten het dan mee en daar is natuurlijk heel veel gebeurd, veel ontwikkeld. Ik werk tegenwoordig met een Japanse klei, die droogt aan de lucht en die kun je bewerken alsof het porselein is. En het fijne is, je hebt daar geen oven voor nodig, dus geen dure stroomrekening krijg je als je hiermee werkt. En je kunt er heel goed mee boetseren. Hè? En als je op les komt, dan gaan we stap voor stap gaan we ook zo'n pop ontwikkelen. Je mag allerlei typetjes uitkiezen. Wij boetseren hier het hoofd, de handen en de voeten. En wat ik zelf erg leuk vind, is om steeds een ander soort lijf te ontwerpen. En dat lijf wordt gemaakt of van stof en vulmateriaal, of we maken het van piepschuim en wordt het gesneden en dan wordt het
helemaal bewerkt. En wat ik zelf erg leuk vind, dat is om te werken met materialen die niet zo voor de hand liggen. Dit is bijvoorbeeld een stuk van een bruidsjurk. Het was het topje en die struisvogelveren, die vond ik heel bijzonder. En wat ik daarvoor ook heel erg graag doe, dat is dat ik naar tweedehands winkels ga. En dat ik daar prachtige avondjurken koop. En die stukken, die kun je dan heel mooi gebruiken om de pop aan te kleden. Ja. Ik ben gek op winkeltjes met creatieve producten. En ik ga heel graag naar musea. Ik ga graag naar de opera, ik ga graag naar ballet. Dus ja, er is overal wat te halen. Ik heb een fantastische host in Amerika. En zij is een computertechneut. En zij heeft net voor mij gemaakt een e-book, een flipboek. Met 280 pagina's. En daar staat eigenlijk heel de geschiedenis, heel mijn poppengeschiedenis in. Als je het nou leuk vindt om te lezen over wat ik allemaal in die poppenwereld heb bereikt en gedaan, dan kun je dit boek online aanschaffen. De zijde, wat doe ik met tulle? Dus je ziet, het is een oneindige wereld. It's doll making a never ending story. Ik heb meegedaan aan een solo-wedstrijd met 9 kinderen. En er waren 2 solisten. En ik was een van die solisten. En aan het einde heb ik gelukkig gewonnen. Solen is een openhand woord voor tompraten. En tompraten is grapjes maken als een typetje in een tom. Dus dan moet je in een hele grote tom gaan staan. En dan moet je als een typetje grapjes vertellen over je leven. Ik dacht, ik vind het wel leuk om verschillende stemmetjes te doen. En ja, ik maak sowieso altijd wel grapjes. Dus dan dacht ik, nou, dat doe ik wel mee. Vraag 1. Ik ben 1,50 meter. Maar wat denken jullie dat ik weeg? Nee, het vlees natuurlijk. Nee, ik moest gewoon aanmelden. En er kwam dus zo'n zoolleraar. Die kwam bij ons. Dat was Erik. Dat is de blinde man. Die deed ook mee aan het zoulen. En die kwam dus naar onze school. En die introduceerde het. En ja, die zei gewoon allemaal, nou, dit is zoulen. Het is heel leuk. Doe maar mee. En toen dacht ik, oké, ja, ik doe wel mee. Dat lijkt me wel leuk. Als je het zo zegt, dan lijkt me wel leuk. En dus, ja. Voor mij bleek het ook wel leuk aan het einde. Ik doe soms ook aan musicals. Dus ik dacht voor allemaal mensen, dat is voor mij niet meer zo eng. Omdat ik met allemaal musicals heb meegedaan. En dus ik denk, nou, grappen maken is mijn hobby. Dus waarom doe ik het niet voor heel veel mensen? Dat ik er misschien gewoon lol uit kan krijgen. Nou, mijn kind kwam dus naar mij toe. Zij. Dat hij van school af werd gegooid. Vraag ik, wat heb jij nou weer gedaan? Zegt hij, nou, ik zei, heb je gisteren varken op? Zegt hij, nee. Waarom denk je dat? Nou, je maag wordt eerlijk erop heen. Nou, dus zeg maar, je moet eerst allemaal grappen opzoeken. En daarna moeten die grappen gaan verwerken in een script. Een script dat niet te veel verhaal heeft, maar ook niet te veel grappen. Dus het moet echt perfecte balans zijn. En ja, en dan moet je dat heel vaak gaan oefenen. Maar het ligt wel op de ton. Dus je kan er wel naar kijken. Maar het is niet leuk als je alleen maar naar het blad kijkt en niet naar de mensen die in de zaal zitten. Nou, ik dacht een slager, die is wel leuk. Dus, want er waren ook heel veel andere mensen die ook slagers deden. En toen ging ik naar een slagerij. En toen zag ik dus zo'n kleinere man
die ook een beetje dikker was. En dus ja, ik dacht, dat is wel een leuk typetje. Een kleine, maar dikke slager. Dus ik dacht, laten we dat proberen. En dan, want je kan ook je typetje veranderen als het niet goed gaat. Mijn goede vriend Sien had een schildpad voor zijn verjaardag gekregen. Zijn broertje bekijkt het schildpad is goed en zegt, haal de deksel er eens af, dan kan ik hem aaien. Wat een kalkoen! Nou, de avond is voor mij gelukkig afgelopen met een winnende beker. Want het was een beetje van, en de winnaar is... En toen zei zo, nou, ik hoop dat de slager tijd heeft vanavond, Leo Dijkstra. Toen was ik zo super blij. En ja, ze vonden het leuk dat ik verschillende stemmetjes deed. Echt in mijn rol zat. En ook dat ik een beetje rustiger aan het praten was en dat je me ook kon verstaan. Nou, mijn hele domme vriend kwam dus naar mij toe lopen en vroeg, weet je waar je de beste informatie over eieren kan vinden? Zeg ik ja, de ijzerklompen die.